Dus MyPod versterkt eigenlijk de band tussen de talent agent en de talent zelf. En hier helpt hij ons om een pool van gekwalificeerde en gedreven talenten op te bouwen om zo op de skills die momenteel op de huidige arbeidsmarkt worden gevraagd te beantwoorden. De relatie tussen de talent agent en de agent zelf is opgebouwd op een relatie van vertrouwen, van inspraak en vooral ook coaching. Dus wat bedoel ik hier juist mee? We gaan beluisteren naar de behoeftes van de talent en verder bekijken wat de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Ik heb naar de behoeftes van de uitingkracht beluisterd en verder heb ik beseft ook dat hij een gedreven talent was die meer wou evolueren. We hebben hem nadien via ons Manpower Logistic Academy op opleiding gestuurd om zijn heftruckattest te behalen, want de klant had hier ook een nood voor. En verder heeft hij nadien zijn vast contract mogen tekenen en is hij momenteel in een loopbaantraject om als junior teamleader te worden. Wat juist fantastisch is aan MyPod is eigenlijk de relatie die je opbouwt met de uitzendkracht en met de klant. Je merkt ook dankzij MyPod dat dat meer dan een pure partnership is, maar dat je echt een relatie opbouwt. Hier krijg ik mijn voldoening. We hebben meer dan een job kunnen aanbieden aan ons talent. We hebben hem een persoonlijke pad kunnen laten opbouwen bij ons klant.